bouwbedrijf Tadema uit Ljouwert had het faillissement ondervregen. Goed 60 medewerkers verliezen haar baan. Directeur Hans Tadema stelt dat het bouwbedrijf in Ljouwert te grut wie valitse opdrachten en te liets voor grutte werken. De politie had sneuren op het Ruterskwartier in Ljouwert buitenproportioneel geweld gebruikt. Dat zei een aantal jongeren. Een van haar had filmen dat 5 politiërs in een arrestant sloegen wiels die op de groen lag. Hij moest de beelden van de politie wissen. Teamchef de Wierik zei dat onderzocht werd of er te volle geweld gebruikt is. De Wiener Juste Jong maar 5 belangstellenden voor de informatiebijeenkomst over het DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra. In de gemeentehuizen van Kollum en Boetenpost konden mensen niet oproepen binnen voor het onderzoek vragen stellen. Bij het fabriek van Friesland Campina in Ljouwert had van de morgen een kwarte brandwest. Het vuur ontstier terug nog onbekende oorzaak in de zoekeropslag. De brandwacht hield het vuur gauw onder controle. Tiental medewerkers moesten tijdelijk naar Boetenta. Het waar. Jon droeg. Vannacht in het waardgebied kans op rein of tongerbuien. Morgen geregeld zinnen, maar ik kans op rein en tongerbuien met hagel en windstitten. Het wordt 16 graden.